Vandaag een antwoord op de vraag van Marleen. Marleen voelt zich de afgelopen dagen, voelt ze zich als gevolg van de warmte na je idee behoorlijk ziek, zwak en misselijk ook. Dat ze met warm weer een niet zo goede eetlust heeft, dat weet ze. En dat heeft ze andere jaren, wanneer het wat warmer weer is, heeft ze ook. Maar de afgelopen dagen is ze zelfs misselijk, met braakneigingen aan toe. Zoiets kent ze eigenlijk alleen van wanneer ze ziek is. En Marleen vraagt zich af of ze ziek is. Maar wat ze zich eigenlijk afvraagt, kun je misselijk worden als gevolg van warm weer? Nou, Marleen, misselijkheid zul je ervaren wanneer er te veel belastende stoffen in je lijf aanwezig zijn. Het is een reactie op de aanwezigheid van belastende stoffen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid, het belanden van belastende stoffen in je maag. En je maagwand die geïrriteerd raakt. Wanneer je maagwand geïrriteerd raakt, dan wordt vanuit het braakcentrum in je hersenen wordt een braakneiging wordt gestimuleerd. En wat wil dat onder andere zeggen? Dat jij dus misselijkheid ervaart, maar ook dat de spieren in jouw slokdarm een andere kant op gaan werken. Normaal gesproken, als jij voeding eet en jij slikt dat door, dan zijn de spieren in je slokdarm die helpen om dat naar beneden te werken. Maar dan, op dat moment, gaan die spieren zeg maar de andere kant op werken, zodat alles wat dus belastend is in jouw maag, de andere kant zo snel mogelijk, want dit is de dichtste uitgang, weer je lijf uitgewerkt wordt. Dit wil dus zeggen, het feit dat jij misselijkheid hebt ervaren en braakneigingen had, Marleen, dat er kennelijk de afgelopen dagen schadelijke stoffen in jouw lijf in zijn gekomen. Dat jouw maagwand geïrriteerd is geraakt, dat de irritatie heeft plaatsgevonden. Alleen, jij hebt de afgelopen dagen sowieso niet zo heel veel gegeten, omdat je niet zoveel eetlust had, maar met je verstand beredeneerde je, ja, ik moet toch wel wat eten. En dat wat je hebt gegeten was niet zoveel anders dan anders. Dat waren dingen waar je normaal gesproken ook niet misselijk van wordt. Dat waren ook geen ongezonde dingen, bederfelijke dingen, nadat jij weet. Dus waarom en hoezo zou dit dan nu opeens schade hebben berokkend? En waarom word je nu opeens misselijk, terwijl je daar normaal gesproken niet misselijk van wordt? Nou, jouw maagwand, Marleen, die wordt normaal gesproken wordt die beschermd door een laag van slijmstoffen. Een behoorlijk dikke laag. Jouw hele wand van, of de hele wand van je spijsverteringskanaal wordt bedekt door een laag van slijmstoffen. Maar in de maag is die behoorlijk dik, normaal gesproken. Waarom is dat? Waarom wordt de wand van je spijsverteringskanaal en met name je maagwand beschermd door een laag van slijmstoffen? Omdat met je voeding regelmatig stoffen in jouw spijsverteringskanaal belanden, die in principe wanneer ze in direct contact zouden komen met je maagwandcellen of je de cellen in de wand van je mondholte of je darmwandcellen, dat die kunnen gaan irriteren. Dus om die op afstand te houden, maar ook vooral in de maag, omdat in de maag regelmatig een zuurgoedje, zuurgoedje genaamd maagzuur wordt afgegeven. Dat is niet voor niks, want maagzuur zorgt voor de doding van bacteriën, heel belangrijk. En maagzuur zorgt ook voor de activatie van bepaalde enzymen die de eerste verteringsstap van eiwitten mogelijk maken. En dat is ook best wel heel belangrijk. Om die reden wordt regelmatig een heel zuur goedje genaamd maagzuur afgegeven in de maag. Maar dat zure goedje zal de cellen in je maagwand afbreken wanneer dat in direct contact zou komen met je maagwandcellen. Dat is niet de bedoeling en onder andere om die reden bezit jouw maagwand een behoorlijk dikke laag van slijmstoffen. Die laag die wordt opgebouwd met behulp van slijmproducerende cellen die gevestigd zitten in jouw maagstapklieren. Die allerlei gespecialiseerde cellen bezitten, waaronder deze slijmproducerende cellen genaamd slijmnapcellen. Deze cellen kunnen echter niet slijmstoffen produceren, dus niet goed functioneren, niet goed helpen die slijmlaag wanneer die verdund raakt weer herop te bouwen. Want normaal gesproken vindt dat steeds plaats. Die slijmlaag die wordt gevormd met behulp van de slijmproducerende cellen, maar die kan ook wel weer verdund raken, dus die moet wel weer heropgebouwd worden. Normaal gesproken gaat dat prima, maar niet wanneer de slijmproducerende cellen in je maagwand niet goed doorbloed worden.
Wanneer worden de slijmproducerende cellen in jouw maag niet goed doorbloed? Wanneer er stress heerst in je lijf, wanneer er paniek heerst in je lijf, wanneer het autonome, het autosympathische deel van jouw autonome zenuwstelsel zeer actief is. Wanneer is dat onder andere het geval? Je lichaam is steeds bezig te overleven en een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. Nou, het evenwicht dat hangt samen met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, osmolariteit in je bloedbaan, de zuurtegraad in je bloedbaan en het zuurstofgehalte in de bloedbaan. Wanneer dat evenwicht verstoord is, dan is prioriteit van je lichaam om dat evenwicht te herstellen. Waar gaat de prioriteit van je lichaam dan niet naar uit? Naar de doorbloeding van weefsels zoals je spijsverteringskanaal. Wanneer het warm weer is, extreem warm weer, zoals de afgelopen dagen en ook onophoudelijk, het steeds maar, het is dag en nacht warm en de dag daarna en de nacht daarna weer, dan kan er al heel makkelijk een vochttekort ontstaan in je lijf. Er kan ook de zuurtegraad in je lijf gaan oplopen. Dat is stress voor je lijf. Dat betekent dat met dusdanig hoge temperaturen en meerdere dagen van extreme hitte, zodra en wanneer er een vochttekort en een te hoge zuurtegraad in het lijf ontstaat, er de productie van stresshormonen veelvuldig plaatsvindt en de bloeding van je spijsverteringskanaal zal verslechteren. Nou, ook speekselvormingen zo verslechtert dan, dus ook dat maakt dat je niet echt zin hebt om te eten. Maar wat er dus ook gebeurt, is dat de slijm produceren. De cellen in je maagwand niet goed kunnen functioneren. En onder invloed van stresshormonen kan ook die slijmvlieslaag kan afgebroken, verdund raken. Nou, als dat gebeurt, Marleen, ja, dan kan met het minste geringste wat maar in je maag belandt, kunnen je maagwandcellen geïrriteerd raken. En dan krijg jij dus, ervaar je misselijkheid en kun je een braakneiging ervaren zoals jij hebt ervaren. Dus als antwoord op je vraag, Marleen, kan misselijkheid het gevolg zijn van warmte? Ja, als die warmte maar lang genoeg duurt en maar extreem genoeg is en er een vochttekort en een te hoge zuurtegraad in je lijf dreigt te ontstaan, dan kan dit inderdaad het gevolg zijn, want dan zal de doorbloeding van je spijsverteringskanaal verslechteren. Kunnen de slijmproducerende cellen in jouw maag niet goed functioneren en dan kan al snel een irritatie ontstaan.